Hier links van mij is dus de Lambrassewijk in Wijchen en hier achter mij is het grondgebied van Mark van Tiel. Mark van Tiel heeft dit grondgebied al sinds 2007 en er staat nog niks op. Hier achter mij staat nog niets omdat Mark van Tiel en de gemeente Wijchen nog geen overeenkomst bereikt hadden over een bestemmingsplan. Als het goed is, is die er nu wel, alhoewel de laatste puntjes op de i gezet moeten worden. Er zijn verschillende ideeën voor de locatie hier achter mij. Voorbeelden hiervan zijn een hotel, een sportschool of een fastfoodketen. De buurtbewoners van deze wijk zijn het niet helemaal eens met dit soort ideeën. Ze zijn namelijk bang voor geluidsoverlast, voor vervuiling of voor heel veel verkeer. Maar Mark van Tiel lijkt daar een oplossing voor te hebben. Ik kan ze eigenlijk verzekeren dat dat niet het geval is. Er komt dadelijk, als bekend is wat er komt, komt er een speciale studie naar wat heeft die invulling voor een invloed op het verkeer. En wat moet je daarvoor voorzieningen voor treffen. Hoeveel parkeerplaatsen moet je voor die invulling maken. En we gaan ook inventariseren. Wat zijn de bezwaren, wat zouden bezwaren kunnen zijn van bewoners, wat zijn de risico's van overlast en hoe kunnen we dat zoveel mogelijk voorkomen. Er komt ook nog een informatieavond, zodra wij een definitieve bestemming hebben, gaan we met de bewoners van Lambrasse op de tafel zitten om dat soort problemen te bespreken en te kijken wat kun je daar nog in precies voor regelen. Van Tiel heeft de grond al sinds 2007, omdat hij toen de Lambrassewijk gebouwd heeft. Van Tiel had toen al plannen om iets met de grond te doen. Hij liet bewoners een contract ondertekenen waarin onder andere stond dat ze geen bezwaar mochten hebben op het eventuele gebouw wat op die plek zou komen. Maar van deze clausule ziet hij nu af. De clausule geldt niet voor tweede bewoners, dus want het is alleen maar voor de eerste bewoner. Inmiddels is 70% verkocht, dus de situatie doet zich voor dat ik een vaste bewoner ben en naast mij zit een tweede bewoner, dan zou die wel bezwaar mogen maken en ik niet. Nou, dat is natuurlijk een beetje een onmogelijke situatie. Vooral op het eventuele idee van een fastfoodketen was veel kritiek van omwonenden. Maar Van Tiel ziet dat toch anders. Ja, kijk, fastfood is uit onze wereld niet meer weg te denken. Als je naar Wijchen kijkt, dan hebben we 23 fastfoodzaken. Daar zijn pizzeria's, cafetaria's, afhaal Chinees. Als je dan verder kijkt naar de heel veel restaurants geven ook afhaalmaaltijden. Dat is ook fastfood. Of maar ga naar de supermarkten, die hebben allemaal hele grote afdelingen nu met kant-en-klare maaltijden, is ook fastfood. Dat valt allemaal onder het begrip fastfood. En als je dan gaat kijken naar het verschil tussen de grote ketenbedrijven en de, zeg maar, de kleinere fastfood, dan is een cafetaria, als cafetaria Le Poutre, is niet anders dan een McDonald's. Het zijn altijd precies hetzelfde. Ze verkopen kant-en-klare maaltijden met patatfriet is daar een belangrijk onderdeel van en wat er nog zo bij komt. Dus met andere woorden, je kunt geen onderscheid maken tussen die twee.